Hoi allemaal, leuk dat we kijken naar een nieuwe video. En wie me volgt op Instagram, die weet dat ik momenteel in Miami zit. En het leek me heel erg leuk om daar ook een soort van met Jamie shoppen in Miami video te maken. En we staan nu voor Target, een winkel waar ik nog nooit ben geweest. Ik weet niet of jullie het kennen, maar het is een soort van heel groot Amerikaans warenhuis. Ik ga jullie meenemen deze keer, dus we gaan eigenlijk samen winkelen. Ik ga zelf wat spulletjes halen die ik graag wil hebben, die ik leuk vind. Het kan van alles zijn. Maar ik ga ook wat spulletjes voor jullie winkelen. En gewoon een soort van pakketje maken met allemaal Amerikaanse goodies. En die zal ik dan ook weggeven aan een van jullie, of meerdere van jullie. Dus mocht je die ook willen hebben, blijf dan even kijken. Doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En laten we naar binnen gaan. Oké, nou we zijn binnen. Maar laten we even kijken wat we allemaal hebben. Het ziet er wel best wel goed uit. Kijk, ze hebben daar zelfs een Starbucks of zo, dus dat is ook wel grappig. We hebben hier dus alle home dingen, maar ik zie dat daar allemaal kleding is. Dus ik denk dat we gewoon eerst een beetje door de home decor gaan. En daarna gaan we naar de andere afdeling om te kijken wat ze daar hebben. Oh, ik weet gewoon echt niet waar ik moet beginnen. Ze hebben echt veel leuke dingen. Maar ik moet natuurlijk wel mee in de koffer, dus ik kan niet alles meenemen. Deze is ook cute. Die is echt leuk. Kan ik deze meenemen? Ze is leuk voor in huis. Dit is hem. Het is een soort van roze tafelklokje. Kijk hoe leuk deze is. Deze knuffel van Mario. Ik vind deze echt best wel leuk. Deze Super Mario. Of deze. Het schaapje. Hé, hey, is het die? Oh, dit is Minecraft. Oh, ik speel geen Minecraft. Maar zo heel cute en lekker zacht. Oh. Deze kaars ruikt zo lekker. Oh. Oh, misschien hebben ze hier kleintjes. Nee, het is niet helemaal mijn geur. Maar kijk hoe cute ze zijn. Echt schattige kleine kaarsjes. Ik vind kaarsjes echt heel leuk. Hebben ze niet meer kaarsen ergens? Oké, we zijn nu eigenlijk bij de pyjama afdeling. En ik vind deze bijvoorbeeld echt super leuk. Dus misschien ga ik kijken of ze hier misschien iets hebben. Het is echt bizar hoeveel dingen ze hebben. Deze is echt leuk. Even kijken of ze deze nog hebben. Oh, deze is leuk. Even kijken. Kijk deze. Ik vind deze echt leuk. Die Hawaii pyjama. Ja, ik denk het wel. Of zou ik de zebra nemen? Of de ijsjes? De ijsjes is ook wel leuk, hè? Misschien ga ik voor de zebra. Eerlijk, deze is wel echt cute. En ik heb een paar leuke schoenen gevonden. Ik heb deze gevonden en die vind ik heel erg leuk. Ik heb ze ook in het lichtroze. Deze ga ik ook passen. Die vind ik ook wel heel erg cute, deze hakjes. Ze zijn allemaal rond de 20 euro. Dus ze zitten wel een beetje aan de strakke kant. Misschien moet ik één maatje groter nemen. Ik ben zo terug. Even kijken. Deze zijn beter, hè? Ze zijn wel een beetje aan de grote kant. Zit wel lekker zo. Misschien dat de roze leuker is dan het zwarte, hè? Ik ga deze sowieso meenemen, want ik heb sowieso geen slip. Deze zijn $22. $23, dat is ongeveer 18 euro. Kijken of ik deze pas. Ik ben bang van niet als alles hier zo smal is. Ze zijn iets te groot, maar ik denk als ik een maatje kleiner neem dat ze te klein worden. Ze zitten best wel strak. Nee, ik sla deze over. Ik ga wel voor die andere. Oh. Oké. Ik zie dat ze hier Soap & Glory hebben. En dit is zo'n fijn merk. Ze hebben hier, dit ruikt zo lekker. Nou goed, ik ga hier sowieso wat van meenemen. Want die ga ik dan ook in de goodie bag doen. Even kijken, wat is leuk om mee te nemen? Dit is een face wash. Een dagelijkse facial wash. Even kijken, dan neem ik er nog één mee om weg te geven. Ja, anders geef ik deze ook. Die body butter cream, die neem ik ook mee om weg te geven. Want deze heb ik thuis ook, die ruikt echt heel erg lekker. Van mij ook om eentje weg te geven. Zo. Oké, hier is 11. Ze hadden één hele mooie highlight. Die heb ik wel eens gehad. Die vond ik heel fijn. Even kijken of ze die hier hebben. Deze wil ik graag meenemen. Deze make-up mist. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Kijken. Ik zie die highlighter niet. Dus ik denk dat ze hem niet hebben. Maar dat is een tip. Mocht je een goede highlight zoeken. Elf heeft een hele mooie budget highlight. Ik weet niet hoe die heet. Ik zet de naam al nu in het beeldscherm als ik hem heb gevonden. Maar die was heel fijn. Die hebben ze niet. Ik neem nog zo'n baby lips mee. Want die zijn ook altijd heel erg lekker. Even kijken. Ik neem dan deze mee. En die rode Refreshing Reds en die nude kleurige. En daar, die ga ik ook in de goodie bag doen. Het is echt een hele fijne deo. En die doe ik ook in de goodies. Dus het is echt aan te raden. Zo'n speed stick. En dan kan je een soort van zo rollen. Maar gewoon echt heel fijn deze. En die is ook niet in Nederland verkrijgbaar.
hebben ze de kaarsen. En het ruikt zo lekker nu al. Oh my god. Potje dit. Dit zijn ook echt mooie potjes. Kijk hoe cute. Het is ananas. Moet je ruiken. Oh, die is ook wel lekker. Wat is dat? Cedar. Bonfire night. Oh, dat is ook wel lekker hoor. Ik ga sowieso een Yankee Candle nog meegeven om die weg te geven. En daarvoor ga ik voor de vanilla cupcake. Dat is echt lekker. Deze. Dit merk, die hebben ze heb ik 1 keer in de winkel in Amsterdam gezien. Het is heel grappig, want als je dit gaat branden, dan krijg je een geluid van een soort van kampvuur eruit. Er komt een heel grappig geluid uit. Ik vond het heel fijn om deze aan te zetten als ik ging leren. Het is zo'n rustgevend geluid. Deze heeft verschillende geuren erin. Er zijn verschillende kaarsen in één. Super vet. Ik ben notitieboekjes. Maar kijk hoe, ze hebben echt vet leuk hier. Kijk hoe mooi deze is. Fucking vet. Ik ben echt een blij kind. Maar kijk hoe deze is aan de zijkant. Oh, die is ook wel mooi. Die is mooi. Die is echt heel mooi. Oh, ik vind het echt super leuk notitieboekje. Even kijken. Oh, ik word hier helemaal blij van. Welke zou ik meenemen? Oh, deze is ook wel fijn. Ik hou van die ringbanden. Pijnappel of olifant? Olifant? Pijnappel. Pijnappel, je hebt meer pijnappel. Ik haal typisch van Amerikaanse snackjes ook in het pakketje om weg te geven. Maar ik kan geen chocola meenemen omdat ik weet dat het gaat smelten. Dus even kijken wat leuk is om mee te nemen. Ik vind het echt lekker. Ik heb inderdaad een zakje van deze. Of wildberry. Dit ziet er ook wel lekker uit. Dit is een wildberry. Ja. Ik neem deze mee, denk ik. Thanks. Oké, en uiteraard typische Amerikaanse ontbijt gaan. Maar moet je kijken hoeveel ze hier hebben. Holy shit. Oké, ik heb hier echt een heel mandje vol met allerlei verschillende spullen. Ik ga deze even afrekenen. En dan zal ik jullie ook even laten zien thuis wat ik ongeveer heb gekocht. Oké, ik ben inmiddels weer terug in Nederland. En ik vond het echt super leuk om inderdaad een keer naar de Target te gaan. Het is gewoon een winkel die echt met niks te vergelijken. Het is zo groot, een soort van supermarkt. Maar ook weer een soort van kleding hebben ze, een interieur. Het is gewoon echt een warenhuis. Maar gewoon niet te vergelijken met de V&D of een Bijenkorf. Of... Nee, ik vond het in ieder geval echt super leuk. Ik heb ook echt super veel leuke dingen daar geshopt. Ik dacht, ik ga niet allemaal bespreken wat ik natuurlijk heb gekocht. Want dat hebben jullie al gezien. En dat zou misschien weer dubbel zijn. Zoals je in de video zag, heb ik wat items gewinkeld voor jullie. Wat dingetjes meegenomen die ik ga weggeven. En het leek me heel erg leuk om die nog wel even in beeld te laten zien. En wat je moet doen om die te winnen. Mocht je dat pakketje dus willen winnen, wat moet je daarvoor doen? 1. Zorg ervoor dat je geabonneerd bent op dit kanaal. Dat kan hier beneden. Daar staat een knopje abonneren. 2. Doe een duimpje omhoog op de video. En 3. Volg mij op Instagram met naam Jami en stuur me een DM met hey Jam, ik zou graag het Amerikaanse pakket willen winnen. En laat ook even zien dat je hebt gesubscribed en een duimpje omhoog hebt gedaan. En aan een van die mensen die het DM hebben gestuurd, zal ik het pakketje weggeven en contact met je opnemen. Hieronder de video staat ook precies alles wat je moet doen. Even op een rijtje is net wat makkelijker. Maar laat ik nu even zien wat ik allemaal heb gewinkeld. Ik vind het zelf echt een best wel leuk pakket geworden. Maar goed, die wordt dus voor 1 van jullie. Oké, dit is het Walmart tasje. Maar uiteraard ga ik nog wel leuk voor jullie inpakken. Maar laat nu even zien wat erin zit. Ik heb gezichtsmaskertjes. Deze en dit zijn die hele makkelijke peel-off maskers. Dus die leg je op je gezicht. En die houden daarna weer van af. En dat is heel makkelijk. Dus ik dacht, die zijn wel leuk om weg te geven. Een zakje Amerikaanse Skittles. Het smaakt wildberry. Dit is best wel een smaak die toch wat spannender klinkt dan normaal. En die ik ook nog nergens heb gezien. Dus deze zit er ook in. Dan heb ik nog echt een hele schattige planner erin gedaan. Een daily planner is dit. En daar kan je gewoon een to-do-lijstje op doen. Dingen die je niet moet vergeten. Ik dacht, ja, ik vind stationery altijd super leuk. Ik denk, jullie zullen het waarschijnlijk ook wel leuk vinden. Dus deze zit er ook in. Uiteraard, deze kon ik niet laten. De welbekende Yankee Candle kaarsen. Dit is de smaak vanilla cupcake. Hij ruikt echt heel erg lekker. Het is echt... Ik krijg bijna zin gelijk in cupcakejes. Deze is ook echt super lekker. Deze ga ik ook in het pakketje doen. Dus deze zit er ook bij. Dat is echt een hele mooie verpakking. Ik zou deze zelf heel graag willen, maar goed, die wordt voor jullie. 2 ladies' feet sticks. Ik weet niet of jullie het kennen, maar echt, als ik in Amerika ben,
koop ik deze altijd. Echt het allerfijnste deo die er is. Het is een soort van roller stick. En is fijner dan roller spray of spuit deo. Het is echt, ik zweer erbij. Dus deze zit er ook in. Het is echt een van mijn favorieten als je ooit naar Amerika ook gaat. Of Spanje is volgens mij ook. Koop deze, zijn echt awesome. Van Soap & Glory nog een hele lekkere body butter. Dat ruikt ook heel erg lekker. Die zit er ook in. Dan heb ik van Soap & Glory ook nog een face wash. Die doe ik er ook in. Van Maybelline heb ik twee baby lips. Deze. Ik vond deze ook wel heel erg leuk. Het is een rode kleur, iets meer nude kleur. Palmer's is een merk dat echt super fijn is met alle kokosproducten die ze hebben. Dus ik heb er inderdaad een coconut oil hairdressing gedaan. Het is een moisturizer voor je haar. Echt super fijn. Ik heb dit volgens mij in Nederland nergens gezien, Palmer's. Alleen online wel eens, maar het is ook echt heel erg fijn. Wet n Wild is ook echt een super leuk budgetmerk uit Amerika. Daar heb ik deze voor meegenomen. Deze glitter single eyeshadow. Het is ook heel erg mooi. Zo heel erg leuk als je wat feestelijke look wil maken. En tot slot van Elf inderdaad deze bronze mist spray. Ik zelf ook heb. Ik ben er zelf heel benieuwd naar. Ik weet niet hoe deze is. Ik ga hem zelf ook uittesten. Maar als je het pakketje hebt, kun je hem natuurlijk zelf ook uittesten. Dat is dus inderdaad het hele pakket dat ik ga weggeven. Daarnaast wil ik jullie ook heel erg bedanken voor het kijken naar de video. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en te abonneren. En hopelijk tot snel. Doei doei!